voor iets beters. Kom naar Peters. Peters Tuin- en Parkmachines in Voortumeren. Wethouder van Voort van de gemeente Kijk. Er moet al lang een discussie rondom de meander. En 1 januari 2013 nadert. Kunt u even terugblikken op het verloop van de discussie tot nu toe? Ja hoor, wij zijn begonnen met ons cultuuraanbod liep af. De overeenkomst die we hadden met de meander. Er moest een nieuw productenboek gemaakt worden, zoals dat dan heet. En wij zijn gaan kijken van, nou, kan de meander daar vorm aan geven? Zijn we in gesprek gegaan met alle gemeenten samen en de meander om te komen tot een nieuw cultuuraanbod. En daar zijn we dus niet uitgekomen. Dus wat dat betreft zullen wij onze overeenkomst niet verlengen per 1 januari 2013. We hebben het nu even over de gemeente Kijk. U noemde de andere gemeentes ook. Wat is hun rol geweest tot nu toe? Eigenlijk zijn alle gemeentes... We zijn samen opgetrokken om te komen tot een nieuw cultuuraanbod. Alleen de gemeente Mil zal doorgaan. Zal de overeenkomst wel verlengen met de meander. En alle overige gemeentes zullen stoppen per 1 januari, of zullen de overeenkomst niet beëindigen per 1 januari 2013. De gemeente Kijk wil een eigen kunst- en cultuurbeleid hanteren. Vond dat niet terug bij de meander? Hoe kun je nu verder gaan? Nou, we hebben richtlijnen gekregen van de raad. Daar is een kader gesteld van waar ons cultuur-educatiebeleid aan moet voldoen. Aan de ene kant hebben we de lijn die gevolgd wordt door op de lagere school. Het doorlopende leerlijn, zoals dat heet. En het naschoolse aanbod, wat ook binnen die categorie gevat wordt, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dat daar een combinatiefunctionaris voor aangesteld zal worden om dat gedeelte in dat gedeelte te voorzien. En aan de andere kant heb je natuurlijk het vrije tijdsaanbod. En daar moet u vooral denken aan harmonieën en fanfares, ballet. Dat is het vrije tijdsaanbod en daarvan is met verschillende partijen gesproken, met de harmonieën, de fanfares. Ook hebben we met scholen gesproken voor de combinatiefunctionaris. We hebben met BiblioPlus gesproken om te kijken of zij mogelijk iets kunnen betekenen in dit geheel. Nou, met diverse partijen hebben we gesproken en daaruit is eigenlijk gekomen dat zij het liefst via productfinanciering bij een cultuur-educatiecentrum de diensten af willen nemen. Dat aanbod voor 4 tot 18-jarigen in de gemeente Kijk, dat vindt u terug, zodat het voldoet aan de eisen die in het beleid gesteld worden? Jazeker, want wij willen graag heel veel jonge mensen bereiken inderdaad. Dat is ook de lijn die de raad aangegeven heeft, onder 18 jaar, om daar een groot bereik te hebben, omdat het erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de jongeren. Dat zien we dus terug in de doorlopende leerlijn, op de basisschool met name. En daarna zal het mogelijk zo zijn dat het ook nog naar het middelbare onderwijs uitgebreid wordt. We beginnen wel in het basisonderwijs. Daar zal de combinatiefunctionaris een duidelijke rol gaan spelen om daar invulling aan te geven. En daarnaast zal dat ook nog plaatsvinden in het naschoolse aanbod. En ook daar zal die combinatiefunctionaris een rol spelen. Tot slot, heeft u er nog behoefte aan om een misverstand rondom de discussie uit de weg te helpen? Nou ja, goed, het is gewoon jammer dat het lijkt alsof de meander, dat we daarmee gestopt zijn vanwege de financiën. Het is ook heel duidelijk zo dat het cultuuraanbod wat wij graag willen als gemeente en ook de andere gemeentes, ja, dat moeilijk werd voor de meander om dat aan ons te leveren. Moeilijk, misschien onmogelijk. En daar gaat het ons met name om. Wij willen heel graag dat het cultuuraanbod, cultuur-educatieaanbod, zoals wij als gemeente dat voorstaan, het belang daarvan, dat willen we goed uitgevoerd hebben. En daar is het ons met name om te doen. Financiën zijn natuurlijk een bijkomstigheid, maar het allerbelangrijkste, want we hebben een mooi budget voor cultuur-educatie en daarvoor willen we kwaliteit geven. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. U heeft daar ook vertrouwen in dat u dat op korte termijn gerealiseerd krijgt? Dat gaan we zeker realiseren. Ja. Dank u wel.